Hallo schappelingertjes van Justus Perkamentus, dus welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. Ik moet wat zachter praten, want het is wat later op de avond, dus dan weten jullie dat het daaraan ligt. De tweede speelronde van de Eredivisie is geweest, ook al wat Europese wedstrijden, dus daar gaan we natuurlijk even naar kijken. Maar voordat ik begin moet ik even wat zeggen. We hebben namelijk een Discord server van de Justus Perkamentus, dus die kan je joinen, de link staat in de beschrijving. En dan hebben we een tabblad waar je lekker over voetbal kan praten als je daar zin in hebt. Dus ik zie jullie heel graag in de Discord chat. Laten we gewoon gaan kijken wat de uitslagen waren van de Europese wedstrijden. Dynamo Kiev AZ werd helaas 2-0, waardoor AZ naar de Europa League gaat in plaats van naar de Champions League. Willem II won met 5-0 van Progres Niederkorn, dus die gaan door en die spelen tegen de Rangers voor de volgende ronde van de voorronde van de Europa League. En de kwalificatiewedstrijd van het dameselftal werd 0-1 voor Nederland. Dan waren dit de uitslagen van de speelronde 2 van de Eredivisie. VVV FC Utrecht werd 1-1, wat betekent dat Utrecht met een gelijkspel het seizoen start. Net als AZ, die speelde 1-1 tegen PEC Zwolle. Vitesse Sparta werd 2-0. PSV won met 2-1 van Emmen. Fortuna tegen Heerenveen werd 1-3. ADO Den Haag Groningen werd 0-1. Feyenoord speelde 1-1 gelijk tegen FC Twente. Willem II won met 4-0 van Heracles en Ajax won met 3-0 van RKC. Dan is dit op het moment de ranglijst. Heerenveen staat bovenaan met 6 punten. Ook Ajax, PSV en Vitesse hebben 6 punten. VVV, FC Twente en Feyenoord hebben 4 punten. Willem II, FC Groningen en Heracles hebben 3 punten. AZ en Utrecht staan met een wedstrijd minder gespeeld op 1 punt. Ook PEC Zwolle heeft 1 punt. En FC Emmen, ADO Den Haag, Sparta, Fortuna en RKC hebben nog geen punten gehaald dit seizoen. Dan is dit op het moment de top 8 van het voorspel. Schema, zeg maar. Jurgen staat nog steeds bovenaan met 21 punten. Gerben staat tweede met 18 punten. Zowel Tijn, Noctro Koala, Gepaneerde Aardappel, Jarno en Thijs hebben 17 punten. Roemer en Jesper en Mikey staan op de 8e plek met 16 punten. De weekwinnaar was Thijs. Die had de meeste punten gehaald na maar liefst 12 punten. Dus goed gedaan, Thijs. Dan zijn dit wedstrijden die we gaan voorspellen voor de volgende ronde. Willem II moet de Europese voortgang doorzetten tegen de Rangers. Wordt een moeilijke wedstrijd, maar zou leuk zijn voor ze als ze winnen. En PSV begint aan de voorronde, hun voorrondes tegen NS Moura. En natuurlijk de Eredivisie speelronde 3, de wedstrijden. FC Twente moet thuis tegen FC Groningen. PEC Zwolle moet tegen Sparta. Fortuna tegen AZ. Heerenveen speelt thuis tegen VVV, Ajax ontvangt Vitesse, Feyenoord speelt in de Kuip tegen ADO Den Haag, FC Utrecht thuis tegen RKC, Heracles speelt tegen PSV en FC Emmen speelt thuis tegen Willem II. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Heb ik een fout gemaakt? Laat het weer even weten in de reacties. En ik zie jullie heel graag volgende week bij de volgende aflevering van Eredivisie voorspellen. Adios, amigos.